alles wordt duurder en dus maken steeds meer mensen gebruik van de voedselbank. Waren er bij de voedselbank Nijmegen over Betuwe eerst 658 klanten, nu zijn dat er al 740. Een toename van 15% dus. Een deel zijn dat mensen die uit Oekraïne komen, 10 gezinnen ongeveer. De overige, dat we denken dat het komt door de stijging in energieprijzen en voedselprijzen. Nu zijn er nog voldoende pakketten, maar dat wordt een steeds grotere uitdaging. Er komt minder voedsel enerzijds omdat veel supermarkten zelf de verspilling aanpakken. Wat natuurlijk enerzijds heel goed is, maar aan de andere kant lastig voor ons omdat we daardoor minder voedsel hebben. Anderzijds merken we dat we steeds meer ons best moeten doen om voedsel in te zamelen tijdens inzamelingsacties. En dat moet met vrijwilligers gebeuren en het is steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. De voedselbank heeft dus dringend hulp nodig. Mensen kunnen doneren bij ons. Dat kan of rechtstreeks door geld over te maken, waar wij voedsel van kopen. Of ze kunnen tijdens acties van de voedselbanken bij de supermarkten voedsel doneren. En wat er ook staat te gebeuren is dat er palen komen in verschillende plekken, waar precies weet ik alleen nog niet, waar geld gedoneerd kan worden.